Lens. Ja, Lens laat zich daar ringeloren. Rocha. En dan hoe miraculeus dat die bal niet binnengaat. Onwaarschijnlijk moment voor Lommel SK. De herhaling. Daar moeten we even voor gaan zitten. Kijk, daar komt Lens. Daarnaast Klaas dan. Een lang been van Rocha. En dan kan Sidde Joni niet afwerken omdat de compagnie die bal vakkundig van de lijn haalt. Klaas. En daar is Brebels. Met Sidoel die er goed op zit. Dat is ook deze man, Denzel Gravenberg. Dat is de kaart voor Heijmans. Goed. Ja, dat is een tweede. En daarnet kreeg Brebels de gele kaart toegewezen. Maar het was Heijmans. Dat is een optelsom. Dat is twee man geel. En dus douchen. Klimadu. Met deze bal op Xavier kan die eens gaan trappen in het blok. En dan een handspel. De vrije trap voor Roeselare. Goed, Casagolda of Camargo nu. Camargo wat fijn besnaarder. Gaat het proberen in één tijd. De bal wijkt nog af. En dan geeft Vermeer een hoekschop. Nog 20 minuten op de klok. Camargo nu met de hoekschop. Eerste paal. En dan Madu. En dan gaat hij binnen via Leonardo Rocha. Anticlimax. De spits van Lommel. Het zal je maar gebeuren. Hij heeft er 19 aan de andere binnenkant. Aan de andere binnen getrapt. Aan de andere kant wilde ik zeggen. En dit is wellicht de goal van het behoud voor die van Roeselare. Sidou. Met Camargo. Die de turbo nog eens aanschakelt. De 16 in. Camargo. De 45 dan. En die moet dan binnengetrapt worden op de lat. Van Godwin Xavier. Beste actie van André Camargo uit het boekje. Supporters, bedankt voor uw aanwezigheid. Uitslag: de Lommel SK 0, KSV Roeselare 1.